bijna altijd zul je binnen 24 uur daar ook getest kunnen worden. Als mensen klachten hebben, dan hoeven ze niet naar de huisarts te gaan, niet naar de bedrijfsarts. Dan kunnen ze vanaf aanstaande maandag 8 uur het landelijke nummer bellen. Op dat moment wordt je ingepland. Je mag eigenlijk zelf kiezen naar welke straat je gaat om je te laten testen. Meestal is dat de straat die het dichtst bij jouw woonplaats is. Bijna altijd zul je binnen 24 uur daar ook getest kunnen worden. Dan word je getest. Als de uitslag negatief is, dat betekent dat je niet besmet bent, word je gebeld. Als de uitslag positief is, word je ook gebeld. Je wordt dus altijd gebeld binnen 48 uur. Als je positief getest bent, dus je bent dan besmet, dan word je gevraagd om in isolatie te blijven, 2 weken thuis te blijven. Je gezinsleden ook. En op dat moment, dat is een belangrijke fase voor ons als GGD, gaat het bron- en contactonderzoek starten. Dus wij gaan mensen die in de omgeving van die besmette persoon zijn geweest, gaan we benaderen om te vragen om zich ook, als ze klachten hebben, te laten testen en zich in de gaten te houden. Dat is in essentie wat er gaat gebeuren.